Goeiedag, dit is vandaag 18 juni 2020 en dit is bitter koud. Soos wat ek hier sit, het ons een heater aan in ons studeerkamer en ek sit onder hierdie kombers en ek is net oorleef, ek voel het vir my. So ons het in die verlede as gemeente komberse uitgedeel. Ons het versamel tydens Sondag erediensttye en ons het gegee vir organisaties wat het nodig het. Nou, ek gaan vandag by die kerk wees van 11:30 af tot 14:30 en komberse ontvang van mense wat het wil kom uitdeel en dan morgen dieselfde, morgen vrijdag 11:30 tot 14:30 en dan kan mense wat komberse nodig het dit van 14:30 af kom optel. Ook vandag en morgen en die komberse wat oor is, sal ons dan skenk aan die CMR of organisatie wat het nodig het. So as ek het nou net herhaal die tye, ek is vandag 11:30 tot 14:30 by die kerk en morgen gaan ek weer daai tyd hier by die kerk wees, 11:30 tot 14:30, morgen vrijdag 19 juni en dan vandag van 14:30 af en morgen vrijdag van 14:30 af kan mense kom berse haal wat het nodig het. So as daar iemand by jou huis werk wat daar bietjie koud slaap in die nacht, stuur hulle na die kerk toe, daar sal hopelik komberse wees vir hulle, as daar genoeg is, en dit is dan natuurlijk op een first come first serve basis, en as ons oor het, sal ons dit dan skenk vir 'n ander organisatie. So ek hoop om julle vandag by die kerk te sien, sien julle nou.